2019 was een goed jaar voor mij. Ik heb me als persoon zijnde ook ontwikkeld. Ik ben voor het eerst op mezelf gewonnen. Dus dat zijn ook belangrijke dingen. En qua voetbal ook. Ik vind dat ik gewoon beter ben geworden. Ik meer heb ontwikkeld. Dus het was een topjaar voor mij. Ja, wat heb je verbeterd in jouw ogen? Het is ook gewoon qua spel, qua voetbal. Qua agressiviteit binnen het veld, zeg maar. Dus met opstootjes. Dat is allemaal achterwege, dus daar doe ik niet meer aan mee. Nee, dus zulke dingen zijn wel belangrijk voor mij geweest. Want dan kan ik me beter concentreren op mijn spel. En de dingen die ik goed moet doen. Dus dat is ook gebleken. Ja, zoals gisteren bij de teamsessie een voorbeeld. Waar je heel rustig bleef, terwijl je een onterechte penalty tegenkreeg. Tegen Heerenveen, in ieder geval een discutabele penalty. Ja, klopt. Nee, ik kan heel slecht tegen onrecht. Dus ik moest me goed inhouden. Maar ik gaf mezelf gewoon de tijd om dat te doen. En uiteindelijk was het toch gewoon klaar. Ik kon ook meer focussen op het spel. Want als ik erin zou blijven hangen, zou ik... Zou mijn spel kunnen beïnvloeden. Dat is niet de bedoeling. Ja, wat is het verschil met de Deo die 2 jaar geleden binnenkwam en nu? Ja, ik was wat te agressief dan op het veld. Gewoon, dat bedoel ik van, ik wilde altijd de bal afpakken. Elke situatie ook, zat de man met zijn rug naar me toe. Soms moet ik hem gewoon voor me houden, dat doe ik nu dus wel. Dus ik ben gewoon slimmer gaan spelen, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk geweest. Ver. Ik weet dat je nooit veel tijd hebt met Zeefuik op het veld. Die jaagt meteen fel door. Ja, hoe is het nu dan om toch een van de publiekslievelingen te zijn van FC Groningen? Ja, dat hoor ik wel vaker. Nee, het is altijd wel mooi, weet je, dat je gewaardeerd voelt. En soms als ik door de stad loop, zeg ik, hey, Deo, blijf je best doen. Dus zulke dingen waardeer ik wel, dus dat vind ik wel heel erg mooi. Hè. Ook bij Jong Oranje ben je inmiddels onomstreden, rechtsback. Ja, klopt. Ik speel elke wedstrijd. Ik ga lekker, geef ook assisten. Een doelpuntje meegepikt, dus nee, het is inderdaad wel lekker, ja. En droom je dan stiekem van het EK 2020? Als er daar iemand wegvalt op de rechtsbackpositie, jij speelt bij Jong Oranje. Ja, nee, het is, nee, ik denk het totaal eigenlijk niet aan, eerlijk gezegd. Het zou mooi zijn als het zou lukken, maar daar denk ik eigenlijk niet aan. Ik focus me gewoon op Groningen, iets moois halen met Groningen, FC Groningen. En EK-kwalificatie behalen met Jong Oranje, dus daar denk ik eigenlijk aan. Maar als het zou kunnen, zou het mooi zijn, maar dat is niet echt iets waar ik aan denk. Nu zijn jullie op trainingskamp. Ja, wat vind jij daarvan? Nee, het is, ik vind het belangrijk om net voor het weer beginnen met elkaar te zijn. En of de teambuilding weer even omhoog te brengen, zeg maar. Dus het, ja, gewoon het teamgevoel. En ook gewoon lekker goed trainen hier. Dus nee, ik vind het wel goed. Het moet juist, vind ik. Is het een leuke groep? Ja, zeker. Zeker. Leuke teamgenoten, leuke staf en de mensen eromheen ook. Dus ik zit goed hier. Hoe vermaak jij je buiten de trainingen? Nee, ik hou wel lekker van om te liggen, ook op bed. En af en toe ook gewoon bordspellen te spelen, dat vind ik wel leuk. Doel 2020 wil ik sowieso gelukkig zijn, gezond zijn, dat staat op 1. En mijn doelen zijn iets, zoals ik al zei, iets goeds behalen met FC Groningen. Heel veel gewoon geluk hebben in het voetbal. Dat zijn mijn doelen.